We leven in een tijd waarin allerlei digitale technieken een stormachtige ontwikkeling doormaken. Nauwelijks 20 jaar geleden was de mobiele telefoon nog onbekend, terwijl nu vrijwel iedereen overal altijd bereikbaar is. Dit vraagt veel van de opleidingen van toekomstige studenten. De Hogeschool CHE en het opleidingsinstituut ERES Tech hebben de handen ineengeslagen om hieraan invulling te geven door de oprichting van de Media Hub. De CE wil het bedrijven met ons verbinden, dat doen wij. Maar we denken ook vanuit die bedrijven. En zo ben ik op het idee gekomen, via trouwens studenten, om hier een mediahub te starten in samenwerking met een bedrijf, ERES Tech, een commerciële partij van de ERES Groep. De mediahub die wilden wij hier graag in huis hebben. We wilden graag een ondernemerscentrum waar ondernemers, studenten en klanten van ons elkaar zouden vinden. Onze klanten die hebben vaak behoefte aan multimediale oplossingen. Die kunnen de studenten maken en zij kunnen weer leren van de ondernemers die hier ruimte huren. Meneer Stomphorst, u bent directeur van Open Up Technologies. Waarom de deelnemen aan deze Media Hub? Nou, ik wil graag een plek hebben op de campus in Ede, tussen de studenten. We werken heel veel met studenten samen en daar halen we ook heel vaak onze medewerkers uit. En wat heeft u de studenten te bieden? Wij hebben een platform te bieden en een werkplek waar de mensen met de nieuwste technologieën te maken hebben. Vandaar ook de naam Open Up Technologies. En wat we merken van de jongens en meiden is dat ze het heel erg interessant vinden om met die nieuwe technieken bezig te zijn. Want dat gaat verder als wat ze op school tegenkomen. Zou je dat innovatief willen noemen? Is absoluut innovatief. En niet alleen technisch innovatief, maar ook sociaal innovatief en maatschappelijk innovatief. Het eerste wat ik aan ze vraag is van wat hun passie is, hun drive, waarom ze doen wat ze doen. En van daaruit verder gaan. En ja, vaak zitten er ook jongens en meiden tussen met een rugzakje, een vorm van autisme. En daar proberen we altijd een plekje voor te creëren om te kijken hoe we hen nog beter kunnen helpen en nog beter kunnen ondersteunen. Studenten maken niet alleen maar producties, maar ze komen ook in een innovatieve omgeving terecht. Studenten maken niet alleen maar producties vanuit hun opleiding, maar ze doen het samen met bedrijfsleven. Studenten komen ook bedrijven tegen, zodat ze ook het ondernemerschap kunnen leren. Dat leer je echt op een andere plek, buiten de school, buiten op de campus, met anderen die we hier om ons heen hebben. En dus we zijn bezig met zaken als augmented reality, de HoloLens. Dus dat mensen in die driedimensionale omgevingen dingen kunnen leren. En dat betekent dat je hologrammen, dus virtuele objecten die door de computer zijn gegenereerd, in de echte wereld kan zien. En we hebben daar een aantal voorbeelden van. Wij zijn met name vanuit InfoSport gespecialiseerd in de medische kant van de zaak. Want die kan ontzettend veel mee doen. Waar wij het voor willen gaan gebruiken is opereren op de operatiekamer. En ook eventueel de voorbereiding van een operatie. Als ze hier gelopen hebben, dan zijn ze bezig met de nieuwste technologieën. En deze markt is enorm booming. In Amerika zie je een enorme groei. Er worden miljarden in geïnvesteerd. Dus daar komt absoluut werk uit.